Jean-Pierre Gele. Hi Jean-Pierre, je spreekt met Yves. Laten we beginnen met de cartoon die je hebt gestuurd. Waarom heb je juist deze gekozen? Nou, hij vat wat mij betreft op een uiterst puntige en pijnlijke wijze samen wat de grote kracht is van Peter van Straten. Namelijk de vinger leggen op die schurende situaties uit het alledaagse leven van heel veel mensen. Dat is natuurlijk ook de kracht van zijn werk, de herkenbaarheid. En dit is een huwelijksscène van twee mensen die al heel lang uitgepraat zijn met elkaar en toch bij elkaar blijven. En ja, ik vrees dat dat voor velen herkenbaar is. En dat heeft hij dan ook nog eens in een heel fijne stijl weergegeven. Met gevoel voor detail, dat typische Peter van Straten lijntje, die arcering. En een briljante tekst, want dat was ook nog eens zijn grote talent. Hij was niet alleen een groot tekenaar, maar hij was ook een groot schrijver. En die twee die hadden elkaar nodig. Die scènes wist hij precies zo te verbeelden dat de tekst minstens zo belangrijk was. En dat waren perfecte quotejes. Nou, ook in zijn politieke cartoons deed hij toch eigenlijk hetzelfde als in zijn, zeg maar, alledaagsere werk. Namelijk de schijnende kanten opzoeken, het schuren. De cartoon waar hij voor de vijfde keer die Inkspotprijs mee won, overigens zonder dat de jury wist dat hij terminaal ziek was. Die prent, daarin legt hij iets heel alledaags vast. Namelijk twee vrouwen die in een portiek staan. De ene vrouw draagt een hoofddoekje en de andere is duidelijk een Nederlandse, van klassiek Nederlandse vrouw. En die mevrouw met het hoofddoekje zegt zoiets in de trant van: nee, ik ben geen asielzoeker, ik ben al 20 jaar uw buurvrouw. Dat tekent perfect hoe de omgang in Nederland is met veel buitenlanders. Mensen van buitenlandse afkomst. En dat heeft een pijnlijke kant. Namelijk, we hebben geen oog voor elkaar. En dat wist hij dus in zo'n heel klein, treffend scènetje ook weer perfect samen te vatten. Peter van Straten is zo'n icoon, zo'n monument in dat genre, dat ik niet heel snel iemand zie waarvan ik zeg, nou, dat is ook onmiddellijk zijn opvolger. Gelukkig heeft iedereen zijn eigen unieke kanten en talenten. Maar hij heeft wel een traditie gevestigd waar je heel lang ook niet meer omheen kunt. Peter van Straten is een monument in de kunst van de cartoons en de politieke prenten. En die zal nog decennia lang, zo niet veel langer, zijn stempel drukken op dat genre.